Hele goede middag. Zijn we weer. Het is vrijdag. Dat is wel gek, hè? Normaal gesproken doe ik altijd op woensdag een video. Maar ja, woensdag moest ik naar kantoor. Werd ik gevraagd, kan je alsjeblieft op kantoor zijn? Want bla bla bla. Nou ja, goed, prima. Dus ja, daar hadden we geen tijd. En dan... Na kantoor moest ik naar Gouda voor een leuk evenement. Dus ik zat bij Centric. En ja, nu dus weer een video. Hartstikke leuk. Je ziet inmiddels, tenminste inmiddels, volgens mij had ik vorige week ook de hoe heet het? Layout van Maggie. Ik dacht dat ook nog deze er was. Ja. Ze hebben hem alweer aangepast. Want ik dacht dat ik vanochtend nog zag dat er nog een oude layout was. Dus ja, laten we lekker beginnen. Eerste wat ik waar ik wel blij mee ben, is deze. Tenminste, ja, ik ben er blij. Ik ben er blij. En waarom ben ik blij? Omdat ik wel heel veel heb kunnen kopen. Zelfs deze en die. Die bestond op 850 blauwe en 650 blauwe. Ja, vanochtend was het... dat was het uurwerk. Want ik moest genoeg spullen hebben om het uurwerk te kunnen kopen. Genoeg tokens. En dat is me uiteindelijk ook wel gelukt. De diamanten, ja, dat is voor mij ja, leuk. Ik heb er nog 2000, dus voldoende. De boosters, daar maak ik eigenlijk ook niet zoveel om. Ik heb er genoeg. Ik heb er genoeg. Kijk, 539. En wat krijg je dan? Je krijgt dan een boot, een Tom en XP. Kijk, al zou ik die boosters gewoon niet hebben. En dan dat ik ja, de boosters wil gebruiken. Tenminste, dat ik die heel goed kan gebruiken. Maar ja, als ik zeg, op basis van sterren. Hier, dit is een bootkrat. Die zelfs nog een goedkope, tenminste eentje. Ik heb nog 23 van die veel bootkratten. 50 van die. En Tom. Ook zoiets. Misschien zelfs wel meer. Dit is slaaptom. En ook een slaaptom. En waar is die Tom dan? Of heb ik hem wel overgeslagen? Ja, dat is 3 uur. Die probeer ik tussendoor ook even op te maken. 3 uur is net niks. Dat is gewoon 1 keer inhuren. En dan 2 uur slapen. En dan nog een keer inhuren. Oh hier, 87. Ja. Dan krijg ik ook daar overal gewoon een booster van. Nou, dat is voor mij niet handig. Dat is voor mij niet handig. Dus ja. Nou, ik nog die booster zie. Denk van verdorie, had ik dat gewoon eerder geweten. Want die staat, deze staat namelijk al zijnde van help. Ja, het zijn dus 14 boter en van die. Wat ik even ga doen, ik ga deze gewoon lekker inzetten. Hoppakee, activeren. Enig nadeel is dat de hoedjes dus wat minder gaan. Want 100% zeker zal het zo zijn dat de hoedjes ook, een van de hoedkratten ook gewoon gevuld gaat worden. Daar zijn de pompoenen. Melk en aardappelomelet. Nou, ik heb op dit moment heb ik Tom en Sarnit niet ingehuurd. Omdat ze gewoon verlopen waren. Je krijgt ook geen melding van hey, let op. Boost Saar en Gijs zijn afgelopen. Je krijgt overal berichten van. Hoi, melk is klaar. Hoi, je bacon is klaar. Maar hier hebben ze niet aan gedacht. Dus ja, had ik dat daar vanochtend gezien. Of in ieder geval van de week gezien.
dan had ik sowieso had ik misschien een booster in kunnen zetten. Want die heb ik ook gewoon voldoende. En het is gewoon zonde dat ik dan weer. Nu moet ik een boost. Ja, moet. Moet ik een booster inzetten. Om weer straks tegen de korting die ze kunnen aanbieden. Saar Gijs weer te kunnen verlengen. Die 10% korting die je altijd krijgt. Dus ja, ik vind het moeilijk. Moeten we dan. Wat moet ik dan? Tenminste, wat is verstandig? Nou ja. Ik mis er nog één, het spookvarken. Maar wat ik gehoord heb, is dat die er is. Kijk eens. Ik denk dat ze die piet gewoon omlaag gaan. Dus, klabam. Even C's nog bijpakken. Die. Hoepla. Verzameling compleet. Zullen we gelijk even inzetten? Zet hem even. Ja, ik heb nu ruimte. Wacht even. Nee, ik weet dat ik niet goed. Ik heb genoeg ruimte, maar moet ik even ruimte vinden. Kijk, zet hem gewoon even hier tussen. En wat hadden we nog meer? Wat het spookje. En wat hadden we nog meer? Maar natuurlijk ook die andere. Die we ook uit de. Even kijken, kan ik die vinden? Dat was deze. Dat was die kreeften. Ja, de kreeftattractie inderdaad. Ja, die is dus net zo groot. Oh. Ja, dat is dan wel weer bijzonder. Dat de ene gewoon naar binnen rijdt en de andere gaat alleen maar naar buiten. Ja, dus deze hebben we eindelijk compleet. Heb ik er geld aan uitgegeven? Ja. Helaas, moet ik zeggen. Ik vind het geen goede voortgang. Ik vind het niet prettig dat ze dit doen. Ja, wat wil je? Je vindt die attractie vind je leuk, in ieder geval dit. En als ik had geweten dat het voor. Ga weg. Oh, heb ik hem niet uitgezet. Focus. Zo, even focussen. Als ik had geweten dat het ook voor de vorige maand, dat was met. Even kijken hoor. Waar zat dat nou, dat stickerboek? Deze, een zwembad. Die is compleet. Compleet, compleet. Het was met deze zeker, die herfst. Met dat leuke spul. Ja, dit was eentje uit de. Shop, volgens mij ook uit de shop, uit de shop, uit de shop, uit de shop, uit de shop. En wat ik niet helemaal begrijp is dat ze allemaal gewoon niet te verkrijgen weer waren, maar goed. Ja, ik heb er geld aan uitgegeven. Dat is zeker waar. En er kwam vanochtend kwam er nog zo'n, was er nog zo'n pop-up van, hey, let op, we hebben een dit en dit hebben we nog voor jullie. Dat laat ik. Die heb ik mooi gelaten. Want de helft van die decoraties die had ik al. En het kostte dan €12 of zo. Ja. Dan denk ik ook zoiets van nou. Dus de helft heb ik al. Dan vind ik het een beetje zonde om daar dan geld aan uit te geven. Kijk, als het gewoon leuk is. Dan kan ik dat. Dan wil ik dat best doen. Tenminste, best doen. Daar moet ik alsnog over nadenken, maar in de meeste gevallen wil ik dat er wel aankopen, omdat ik het een leuke decoratie vind. Maar het is niet zo dat ik gewoon continu gewoon dingen ga kopen nu. Maar goed. Vanochtend heb ik ook even de
de stream van Ricky on het werk gevolgd. Maar een aantal mooie, hij besprak een aantal mooie layouts, Halloween layouts. En er kwamen een aantal wel hele goede kwamen er langs. Ik vind, nou, daar heeft iemand gewoon tijd in gestoken. Om te regelen dat, of regelen. Heeft iemand gewoon tijd in gestoken die dat leuk vindt om te decoreren. Leuk om te zien. Pak even brood, want ja, je ziet het. Als ik geen Gijs en Saar heb, dan moet ik gewoon alles zelf doen. Dat valt me wel vies tegen. Hier moet ik achteraan. Want hier heb ik toch maar 50 schroeven nodig en dan ben ik klaar. En dit is ook zo goed als. Tape iets minder dan de planken. Ja. Laten we eens even kijken. Want dit is echt... Ja, ik heb nog 8 punten nodig. Nou, het meest makkelijke is, maak 5 reservaatdieren wakker. Dus dat gaan we maar eens doen. Ik ben ook totaal ook niet helemaal op de planning. Heb je op planning lopen letten? Want ik zag tot mijn grote schrik dat ook weer de roze poppetjes er waren. En wat bedoel ik daarmee? De poppetjes die in plaats van de bezoekers, in plaats van de normale stadspullen, silo en scheurspullen gaven. Ik heb dat maar even. Ik heb maar snel eventjes een bezem door de stad heen gehaald. Om te zorgen dat er dat ik genoeg plek had voor die bezoekers. Ja, dat zou je ook wel weer zien. Kijk, deze krijgt een. Wat krijg ik? Een dubbele plank. En spijker. Ja, er zijn alleen maar roze. L1 witte. Waar is die witte? Tenminste, ik dacht dat ik een witte zag. Nee. Spullen. Dan gaan we eerst even eten geven. Oh. Ja, dat heb ik al een tijd niet gedaan. Ik laat ze altijd gewoon rennen. Denk ik, ja. Die daar. Volgens mij hier ook. De pinguïn. 2. Ik denk dat ik al op 2 zit. Ja. Hadden we nog meer? Nee. Is een deco. Oh, hier ook nog. En waar is dat beest dan? Oh, wacht even. Hij is goed gecamoufleerd. Laten we die ook gelijk even doen. Zo. 3. Wakker worden. Nou. Hoppakee. Deze is ook nog niet klaar. Maak ik ook gelijk even wakker. Die wakker gemaakt. Beetje Michael Jackson zo. Dat ziet er wel een beetje knullig uit. Ja. Ik wil hem gewoon fluiten. Ik wil gewoon fluiten. Is mijn scheur nu vol? Even kijken. Ik krijg geen cadeautjes meer. Nee. Mijn scheur is niet vol. Dat komt natuurlijk omdat ik die... al die balen gewoon bij de beesten gegooid heb. Want ja, dat heb ik ook al met de reden gedaan. Want als voer 3 dieren, dan kan je dat ook gelijk aftikken. Als je het genoeg hebt, dan... Maar goed. Ik spring van hak op de tak vandaag. Ik merk het alweer. Het is ook vrijdag, hè. Zo meteen ga ik mijn dochter ophalen op de BSO. En dan gaan we een mooi weekend vieren. Ik mag ook geld gaan betalen. Ik heb bij de... fietswinkel heb ik een nieuwe fiets gekocht. Geen elektrische. Dat ik gewoon vind dat ik nu nog wel zonder elektrische ondersteuning kan. Ik weet dat het heel makkelijk is. En ik weet dat het best wel lekker fietst. Maar toch heb ik die gedaan. Ook gewoon omdat ik het gewoon voor een werkfiets... Hey, die ga ik wegsturen. Voor een werkfiets vind ik het gewoon
woon-werkverkeer vind ik het gewoon, ja. Dus ik moet naar naar station en ik moet weer terug. Ik ben nog niet van plan om lange stukken te fietsen. Zou best wel kunnen dat dat in de toekomst gebeurt. Maar ja, ik zeg, ik heb op dit moment nog geen elektrische aandrijving. Ondersteuning heb ik gewoon niet nodig. In ieder geval wel een verbetering, want mijn fiets is ruim 12 jaar, iets in die trant. Dus ja, dat kunnen we doen. Hier zit ik nog steeds aan te denken van ga ik dat doen of niet. Die laat ik gewoon nog even staan. Die kunnen ook wel doen. Ja, die simpele donuts, ja, dat was natuurlijk ook wel te doen. Het is allemaal één of twee. Kijk, normaal gesproken had ik gezegd: hé, ja, Saar, doe je best. 20 eieren, bam, klaar. Nou moet ik ze zelf zoeken. Deze, hé, ik dacht dat ik deze gemaakt had, de citroenolie. Die gaan we zo meteen even opzoeken. Nog een citroenolie. Oh. Ja, ik zou vast dit weekend ook weer Saar en Gijs gaan aanzetten. Het is gewoon echt iets wat ik eigenlijk nog. Je stelt erop in. En ja, kijk, ik ben niet de hele dag bezig met heden. Dat kan ook helemaal niet. Maar je merkt gewoon dat dat er gewoon genoeg te doen is. Als je gewoon probeert om de pannenkoekenmaker, de wafelmaker, te masteren. Dan heb je echt heel veel eieren nodig. En witte suiker. Ja, die heb ik nu nog gewoon uit de opslag van Saar Gijs. Maar als Gijs klaar is zometeen, als hij leeg is, dan heb ik gewoon niks meer. Dus dan is het ook een goed punt om weer lekker suiker te laten maken. Dan zet je hem aan en dan wacht je en dan gaat het goed. Even kijken. Hier heb ik geen voer. En het zijn 18 kippen natuurlijk. En ik heb er 19. Dus dat gaan we doen. We gaan op zoek naar eieren. Bode. Nou, ik pak er even 20 bij. Stukje van de kaart. Nou jongens, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon lekker langs mijn buren. Tenminste buren. Langs degene die ik in mijn lijstje heb staan. Deze kent iedereen wel. Die is ook lekker trucs aan doen. Of trucs, boten. Heeft een beetje hetzelfde als wat ik heb qua landjes, alleen zelfs iets minder. Maar ik was op zoek naar eieren en die zie ik hier niet. Dus ik ga even naar de volgende, naar Willy. Heb jij eieren? Nee, ik heb niks in de verkoop. Heeft Hanny misschien eieren? Wel genoeg. Kijk, deze wil ik wel hebben. Die heb ik altijd wel over. Tenminste. Daar zoek ik altijd van naar. Een huug? Ook niet. Ik ben op zoek naar eieren. Wie heeft er eieren voor mij? Wie heeft er eieren voor mij? Ja, de kippen. Maar ik heb mijn kippenvoer niet klaar, dus dat duurt nog even. Kijken. Raffi? Nee. Ook niet. Ook niet. Ook niet. Ook niet. Die pakken we gelijk even mee. Ja, ik had hem kunnen shuffelen. Misschien volgende keer. Je kan trouwens nu ook de krant shuffelen voor 2 diamanten. Maar wat heeft het voor nut? Die neem ik wel mee. Wat heeft het voor nut om de krant te shuffelen? Vraag me dan af. Je hebt. De
het heeft geen nut. Want als jij nu een krant shuffelt, dan krijgen we sneller de krant. Slaap ik volgens mij niet nodig. Even in te houden. Je hebt de shuffle eigenlijk gewoon niet nodig. Het enige wat je echt nodig hebt is als je shuffelt, dat je dan gelijk gaat kijken. En ja, natuurlijk kan je hem shuffelen, want dan heb je spelers die iets later hun advertentie zetten. Krijg je dan een. Dan ben je er al. Maar om daar nou weer 2 diamanten voor uit te geven, dat is echt. Drama. Hier waren eieren, maar die zijn verkocht. Maar hier staan ook geen. Hier staat ook niks. 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 Ook niks. Ook niks. Ga vast even mijn boxjes uitzetten. Als je denkt, hé, ik hoor wat op de achtergrond. Dat is de wasmachine. Die draait. Oh, die had. Oh, even kijken hoor. Hey, daar ben ik nog ineens, joh. Wat grappig. Ook niet. Ook niet. Peppa Pig. Ja. Wie zou die nou zijn, hè? Ja, joh. Even kijken. Shiloh, wat is er vol? Oh. Laten we de wat suikerriet dan eruit gooien. Want ja, het is leuk en aardig, maar ik heb het suiker natuurlijk niet altijd nodig. Zo, weefgetouw. Maar helemaal geen eieren. Ik zie dat hij nu net gerefreshed is. Kijk, het zijn er wel 6. En ik heb toch de melk nodig, dus neem ik die ook gelijk mee. Ook nog meer eieren. 16. Nou, de laatste 3 eieren die pak ik wel van mijn eigen dieren. 19. Ik denk dat die zo goed is. Dan hebben we nog die oliën. Waar staat dat ding? Hier. Oh. Ik had hem gewoon niet erin. Ik had hem gewoon niet erin gezet. Dat is bijzonder. Maar maakt niet uit. Hij gaat draaien. Dus dan ben ik ook weer een beetje bezig met. Oh, deze kan er niet. Die kan er wel. Die kan ook. Wat hebben we dan weer? Vier. Kijk hoor. Zip. En dan ben je zo de 24 minuten verder. Ook wel weer bijzonder. Even kijken. Dit is voor de melk, maar ja, die hebben we op dit moment nog niet. Nog 6 minuten. Het is geen drank. Ja, dan heb je zo'n telefoon en dan denk je van, hey, ben ik klaar met het werk. En dan zie je de berichten langskomen en dan ga je af en toe even kijken. Leuk hè, zo'n werktelefoon. Maar probeer hem ook gewoon uit te zetten hoor, s'avonds. Zeker in het weekend, als ik niet opgebeld hoef te worden. Tenminste, als ik niet een dienst draai die een storingsdienst heb, dan blijf ik er liever af. Dan probeer ik zo weinig mogelijk gewoon mee bezig te zijn. Want dat kost ook gewoon jezelf. En het is, kijk, het is een kleine telefoon. Het is een.
iPhone SE die ik gekregen heb. En het is zo'n ding kan bellen. Bellen en gebeld worden. En je kan via Signal kan je appen. En ja, het is nou niet zo dat ik denk van nou, het is echt een super telefoon. Ze vragen af en toe van, ja, waarom wil je hem niet privé gebruiken dan? Ja, daarvoor heb ik deze. De S24. Ik hou ervan om dit ding gewoon straks lekker in de laad te doen. En dan zaterdagmiddag even kijken als ik thuis ben. Van, oh ja, eens even kijken. Is er nog wat aan de hand? Kan ik ergens mee helpen? Ben ik gebeld? Maar het is dan niet zo dat ik hem gewoon bij elkaar bij me hou. Want daar word ik toch niet voor betaald. Dus dan is het gewoon onzin om hem aan te houden. Even kijken. Want ja, het dorp is klaar. We zijn naar de stad gegaan. Dit kan ik ook alweer weer even initiëren. Want volgens mij was ik... Oh nee. Kijk, ik heb nog die dubbele farmpunten. Oh, als ik dat had geweten. Dan gaan we nog even die spullen erin gooien. Even die bruine, van deze bruine dingen. Nou, gaat die alvast weer draaien. Dus ik heb nooit, niet echt per se heb ik kreeften nodig. Nou pak ik het wel gelijk eventjes aan. Maar die drie. Kun je die weer lekker soppen in het water. Er gaat vast weer eentje gevangen worden. Dat is eigenlijk altijd zo, toch? Hier mogen ze wel extra potjes op gaan. Gewoon dat je meer, nog meer kan gaan. Gaan vissen. En dan nieuwe vissen. Ik heb ze nog niet allemaal. Dat is hier. En ja, je kan op klikken en dan krijg je diamanten. Maar dat heb ik op dit moment nog niet aan. Kijk, deze is nog de vraagteken. De grote zuigkarper. Ik zal eens even kijken waarbij onze... En daarom heb ik hem ook hier in mijn lijst staan. Kan ik heel makkelijk... Kijken. Even kijken, hoe heet dat ding nou? Ah! Ah! Ik mis wat. Even kijken. Wat had ik nou staan? Even kijken hoor. De tweede na de zuiger, dus onder de kopvoren en naar de forelbaars, kopvoorn en geelbaars. Dan gaan ze bij Badder kijken. Bij onze hoge level ding. Even kijken hoor. Oh, dat is een zalm. Aha. Een blauwe en een paarse. Oké. Okay. En de kopvoorn. Kikkervisje. Killievisje. Oh. Maar wat mis ik nou dan? Even kijken hoor. De snoek, denk ik. Oh ja, de roofblij en de serpeling. Serpeling. Ik ken die vis niet. Hij heeft niet heel veel gevist, zo te zien. Die serpeling is een lastige. Goud. Oké. En mis ik dan nog de serpeling? Die mis ik nog. En welke mis ik dan nog meer dan? Oh nee, serpeling heb ik wel. En die dus. Oh, forelbaars. Boven de forelbaars is het. Even kijken. Oh. Nee, deze moet ik hebben. De forelbaars, Johan. Dat is de goudforel. Nou ja, je weet precies waar die zit. Die zit dus hier. In deze... Oh, zo even mijn eigen ding. Dus, wat moet je eigenlijk doen? Je moet eigenlijk dit doen. Kijk, dit is al een kleine
vakje. En dat betekent dat het een goede. Nee, de geelbaars. Helaas. Helaas, pindakaas. Ja. Straks weer twee van die gouden erin gooien. En dan kunnen we weer verder. Want de forelbaars, ja. Of je wil. Waar ze dan horen. Er is wel een overzicht. En volgens mij staat die ook op de Wikia van de fandom van Heyday. Tenminste, het is niet officieel Heyday Wikia. Maar het zijn ja, mensen zoals ik, andere spelers. Die voegen die informatie toe en die updaten hem als bijvoorbeeld een level een ander product krijgt of een extra product. Ik zie ook dat ik een half uur aan het ouwe hoeren ben. Aan het praten. Ik ga afronden. Ik wens jullie alvast een fijn weekend. Volgende week woensdag, als de planning het toelaat, maak ik weer een video. En anders wordt het een andere dag. Nou, tabé. En tot de volgende. Adios.